bewoners van de longstay-afdeling van de Pompenkliniek. De portretten zijn gemaakt door schilder Henk Hagen. Sinds 2014 werkte hij aan de in totaal 88 portretten van bewoners van een afdeling voor lang verblijf. Het eindresultaat zijn kleine, indringende portretten. Je weet, het zijn mensen die snakken naar aandacht. En de aandacht die ze in de kliniek krijgen, is altijd aandacht waarin hun gedrag wordt beoordeeld. En dat deed ik nou juist net niet. Ik vond alles goed. En dat leverde dus echt hele open en openhartige ontmoetingen op. En gaandeweg, naarmate ze portretjes zagen die ik van anderen gemaakt had, begon het enthousiasme te groeien omdat ze gewoon elkaar herkenden. Dat laatste lag iets lastiger. Omdat het geen glasheldere spiegel is die ik ze voor houd. Weet je, mijn schilderstijl is natuurlijk zo, zorgt ervoor dat ik zelf voor de helft ook in die portretten zit. Ik heb tijdens het jaar dat ik daaraan gewerkt heb, heb ik een verslag gedaan van het schilderproces en de ontmoetingen in een blog. En nu bij de afsluiting van het project en bij de openbare presentatie hier in het museum is een boek gepubliceerd waarin alle portretten staan en de blognotities en mijn dagboek aantekeningen staan er ook in, waarin je ook echt de verhalen kunt lezen die ik tijdens die ontmoetingen gehoord heb. De expositie is nog tot en met 4 december te zien in het Valkhof Museum. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.